Ja, en jullie zien elkaar in ook al zitten. Dus wij wensen jullie samen een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Of niet dan, Karin? Helemaal toppie, hè? Ja. En dan gaan ze nu naar binnen brengen. Ja, en daar zitten we dus in. Lieve vrienden, een hele goede morgen. Het is vandaag maandag de 10e, nee niet waar, de 11e van de 4e 2022 en het is 10:31. Ja, en jullie zien elkaar in ook al zitten. Dus wij wensen jullie samen een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Of niet dan, Karin? Helemaal toppie, hè? Ja. En er is er eentje die eruit wil. En er is er denk ik nog eentje. Nou zijn ze met z'n tweetjes. Hé? Ja. Dat dacht ik al. Doe maar. Ja, toen naar buiten. Zo dan. Rijken krijgt dan voor de kans om naar buiten toe te gaan. maar in ieder geval, wij zitten hier al te wachten. Want ja, de nieuwe droger die zou vandaag komen. Dus ja, we wachten maar, hè. Ja. En dan ook nog een nieuwe huishoudelijke zorg. Maar die tijd weet ik ook niet exact, rond een uur of twee. Maar dat wachten we gewoon af. Hoe laat? En ja, wil een frisse neus halen, dan gaan we wel even in de tuin hangen of zo, toch? Ja. En als de huishoudelijke hulp geweest is, kunnen we altijd nog weer weg. Ja, toch? Ja. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. En wij gaan gewoon genieten, want het is prachtig mooi weer. En ik heb koffie, Karin die wil water. Nou ja, ik zei al, opa die zou zeggen, daar zwemmen de vissen in. Maar ja, zij wil water, kun ze water krijgen. We hebben water genoeg. Dus, nog wel. Ja, nog wel. Maar in ieder geval, zolang er in de kraan zit, hebben we. Ja, toch? Ja. Mijn bril die is donker, geloof ik. Nee. Ja, ik zie hetzelfde dat die donker is, mijn glazen. Maar oké, maakt niet uit. De dames die zijn ook al uit geweest. En wij gaan dus verder genieten van alles en nog wat. Weet ik wel wat. En we nemen jullie er gewoon een klein beetje erin mee. Ja, dat gaan we gewoon doen. Gezellig. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer eens een keer. En geniet lekker van jullie mooie weer. Nou, ik neem heel eventjes de vlog even met mama over. Ja, want hier staat een hele mooie busje. En zoals jullie zien, we staan hier dus namelijk dingen in. En hier staat dus ook mama haar nieuwe droger in. Deze twee jongens die zijn dus nu binnen om dus de oude op te halen. En dan hier erin te doen en dan komt de nieuwe erin. Naar boven, ja. Kijk, daar hebben we mama. Ja, helemaal goed. Hoe is dat nou, net? Ja, nou, en dus, en? Ja. Hoort het er ook bij, en bij ja. Het leven? Nou dan. Hoort er ook bij. Ja. Dus ja, bent u blij dat hij er is? Wel. Ja, zeker wel. Ja, goed hè? Het is even afwachten, hè, hoe die eruit ziet. Ja, precies. En boven sta ik in de weg weg. Is dat zo? Ja. Zei hij dat? Nee, dat kan ik zelf zien. Ah, wel nee. Wel nee. Maar ik ga er zo weer even heen. Top, doet u goed. Dus. Top. Nou, jij aan het filmen? Nee, ik wel voor u hoor. Ja hoor. Ga je zo de fietsjes mee? Op het dammerak. We gaan niet naar bed. We gaan niet naar bed. Gewoon lopen. Blijf. Nee. Ik hoor het mama nog zeggen. Ik denk niet dat dit de PCC is, hoor.
Ja, mam, dit is wel van de Bezenzee. Ja, want ze huren gewoon een busje. En dan kunnen ze de hele dag mee rijden. Ja, echt wel. Dat is dus mama haar nieuwe droger. Ja. Die hier dus nu staat. Ja, ja. Zo, mooi. En dan is het de kwestie van dat we het zo meteen naar boven brengen. Yep. En dan gaan ze hem nu naar binnen brengen. Ja, en daar zit hij dus in. Zo, ja. Toen was ik er even. De dochter van de vlogster Corina en de Beestenboel. Ja. Zoals jullie hebben kunnen zien gisteren, zijn we dus namelijk uit eten geweest bij de Helder Nies. Ja. En ik heb genoten. Mama ook. En we hebben jullie kunnen zien. Want ook ik heb gevlogd en dat kunnen jullie ook op mijn kanaal zien. Dus, mama heeft ook zeker genoten. En dat vind ik heel fijn. Want dat heeft mama echt wel verdiend. Naar een, zoals jullie weten, hebben we een tijd gehad van 2 jaar. Wat niet echt fijn was. Maar dat hebben we dik en breed helemaal terug verdiend. Naar gisteren. Dus, mam, I love you very much. En, tot de volgende keer als we weer gaan uit eten. I love you. Moet je even uitdrukken, schatje. Moet je kijken. Kom, ga maar kijken. Ga maar kijken. Kom. Ga je tegen me aan. Mag dat? Eigenlijk niet, hè, schat. Goed zo. Keurig. Nog even vallen we allebei in slaap. Nee hoor. Maar we zijn er blij. Bij u? Ja. Want mijn nieuwe droger is er. Ja. Ja, en dan waren ze me aan het aansluiten en dan krijgt er een schok door ze zo de mietertje heen. Weet hij gelijk in dat hij nog leeft? Ja, inderdaad. Oh, die gaat ook wel zo stroef. Alles wat nieuw is, gaat stroef. Maar oké, okay, ja, dan moet ik hem nog leren kennen, hè. Ik weet dat de aanknop is. Hé, hey, nee, we zijn al heel eind. Oh, ja, nee, dan moet hij daar eerst staan. Ja, maar nou, hoe pauze die... stop. Ja. Dit is de tijd, dit is belletje en dit is op slot. Ja. Nou, en de rest dat staat in dit boekje. Ja, en dat gaat mee naar beneden. Dus ja, we gaan naar beneden en ik maak nog een lekker bakje koffie klaar.
En dan zullen we weer gaan wachten op weer wat nieuws. En dat is huishoudelijke zorg. Ja, ik ben het nog. En Rijka, die daar bij Karin staat. En die daar, die zijn weer tekeer gegaan. Omdat ik een lieftallige nieuwe huishoudelijke hulp heb. Oh, ik ben Claudia. Nou, kijk eens aan. Ze heeft het nog voorgesteld ook. Dus dit is Claudia, lieve vrienden. Ze heeft het nou al... Naar de zin. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ja. En dan hopen we en dat ze blij. En dan hopen we ook nog dat ze blij. En dan niet meer zegt, of Snikkie, weet ik veel wat. De sleutels ergens neerknallen en niet meer komen. Nee, ik kom helemaal goed. Nee, dus lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, goedenavond lieve vrienden. Het is alweer 18:49 nadat Claudia weg is gegaan. Zijn wij ook maar weggegaan en de stad doorgeslalkt en dit gedaan en dat gedaan en hier naartoe en daar naartoe. En Karin die wou eventjes weer puntjes laten knippen van de haar. Dus ook nog even bij de kapper geweest, bij de foamer geweest. Ik heb paaskappen gehaald. Helemaal leuk, geweldig. Dus ja, dat gaan we straks in het vaas zetten. Dan moet ik naar boven, moet ik even zoeken waar ik de paaspulletjes heb staan. Ik zat hem ook niet eens. Nou, we kwamen Mario nog tegen, daar heb ik het een en ander van gehad. Het gaat de vriezer in, want anders ontdooit het. Voor de dames in de aanbieding, 2 zakken voor 7 nog wat. En dat zijn ook... Volgens Karin mini brokjes, dus die ik altijd heb, maar deze lijken me groter toe. Malse maaltijd. Dit is... Nou, ik geloof toch nog de verkeerde zakken, ik weet het niet. Maar dat merk je dan wel. Het is als snoepjes bedoeld. Nou ja, wat ook nooit weg is, is keukenrolpapier. En ja, als je naar de wc moet, heb je ook af en toe eens papier nodig. En dat heb ik ook gehaald. Een Bounty. En ja, ik zal niet bij de foma wezen. Om dit niet even mee te nemen. Ja, dus ja, helemaal geweldig. Dus ik ben al back af. En ik ben nog lang niet klaar. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Karin die komt vanavond nog weer een keer terug. Dus. Maar ik heb het wel gehad. Ja. Maar dat kan gebeuren. Ik ben echt moe. Ik heb ook heel veel pijn in mijn onderrug en mijn rechterknie. Geen hoofdpijn. Ja, dat hele kleine beetje wat ik altijd heb. Maar voor de rest. Ik voel me verder zo ook vrolijk. Happy enkel. Waar ik van baal, is dat ik heel veel dingen vergeet. Maar, we kwamen er nog eentje tegen. Die markeert hetzelfde dan wat ik momenteel heb. En die heeft ook de virus gehad. Dat we hebben zomaar het gevoel dat het daardoor komt. En ook de huisarts die heeft medegedeeld dat het daardoor komt. Oké, dus je vergeet daardoor heel veel. Dat moet allemaal weer opgebouwd worden. Ja, trainen, door te trainen. Nou ja, we zijn druk bezig met trainen. Ja, van dit moet ik nog, dat moet ik nog. Maar 2 tellen later ben ik het alweer kwijt, hè? Ja. Maar oké, want ik had tegen Karin gezegd bij het Big Bazaar binnen. Ik wil nog even naar de bloemist naast de Hema. Ja, is goed. Ik rijd naar buiten. Karin die komt ook later weer bij me. Ik zeg, nou weet ik toch niet meer wat ik zou. Nou, de bloem is, zei ze. Ik zeg, ja, is ook zo. Dan ben ik het alweer kwijt. Omdat je met je gedachten door wilt gaan. Maar dan raak je het andere weer kwijt. En daar baal ik van. Normaal heb ik dat nooit. Dus, ja. Dat dus. Maar we gaan door met die banaan. En ik moet klimmen. Ik moet zo meteen een vaas van boven de aanrechtkastjes pakken. Die daar bovenop staan. En dan kan ik die takken erin doen.
En dan kan ik ze neerzetten daar. En dan gaat het andere wat daar staat, gaat naar boven toe zo lang. En dan komt het allemaal goed. Ja! Dus ik zou zeggen gewoon, hou vol goede moed, komt alles wel weer goed. Ja toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En geniet ook van jullie avond. Als ik dat versierd heb, dat doe ik vanavond niet meer. Dat moet ik morgen even zoeken. En dan versier ik het morgen en dan laat ik het jullie ook wel weer zien. Ja, want morgen zijn we er toch wel weer. Dus, maar oké, okay, lieve vrienden, geniet ze. Een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ook nog smakelijk eten. Ja, geniet van alles wat jullie gaan doen, moeten doen, willen doen. En voor later op de avond wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht.